als kind wilde ik altijd wel een bloementuin naast huis hebben. Nou ja, je bent al jong en oud, dus hebben zoiets van, nou ja, doe maar niet, dat wordt toch niks. Nou ja, dat gaat ook nooit worden natuurlijk, want je drukt er wat in en je kijkt er nooit weer naar om. Maar uiteindelijk en achteraf lag daar wel een basis dat ik zeg van ja, dat vond ik wel leuk. Ik ben hier begonnen als vrijwilliger bij de kwekerij De Hege Heren in Haijem. Ja, dat vond ik zo leuk. Ik had er op een gegeven moment heb ik zei van ik wil hier ook wel mijn broodwinning uithalen. Kun je ervan leven? Nee, nog niet, maar dat is wel de opzet. Ja, ik ben in mijn eerste jaar bezig. Dus ja, je moet er nog wat opbouwen, je moet er nog van alles moet groeien. Planten groeien uit zichzelf, maar ik moet ervoor werken, ja. En dan op een gegeven moment dan, krijg je wat meer aanloop, je krijgt wat klanten, je krijgt je vaste klanten er wat bij. En zo moet het toch wat stromen, zo moet het beginnen. Waarom hebben we nog een bloedneus trouwens? Want... Nou ja, ik heb een hondje, hè. En dat hondje dat is zo speels. Ja, als je hier bij de neus krijgt, nou, dat lukt ook.